Ik ben blij dat ik voor veel meisjes en jongens een voorbeeldfiguur mag zijn. Want dat laat alleen maar meer mensen in deze sport rollen. Dus, en het powert me ook. Dus het geeft me kracht. Oké, iedereen zijn handschoenen alvast aantrekken. Een beetje tempo, want we gaan meteen beginnen. Ze is jong, mooi en ijzersterk. Tweevoudig wereldkampioene kickboksen Ilonka Elmont. Geboren in Suriname en op haar 14e vertrokken naar Nederland. De afgelopen 2 maanden was de killer queen, zoals ze genoemd wordt, in Suriname. Op vakantie bij haar grootouders in Lelydorp, waar ze opgroeide. In Paramaribo was ze regelmatig te vinden in de sportschool, waar ze trainingen verzorgde voor de Surinaamse kickboksers. De andere been is aan de beurt, neem ik over, counter ik met de low kick. Ik had altijd interesse in vechtsporten, vanaf ik klein was en ik hier woonde. Maar mijn oma wou nooit dat ik op een vechtsport ging. En dat was voor jongens, dat zei ze altijd. Dus ik dacht, nou ja, ik heb het laten liggen. Nooit geweten dat thaiboksen bestond. Totdat ik een keertje op tv keek, zag ik op Eurosport in Nederland. Zag ik een thaiboxwedstrijd van die Thais. Dus ik was echt gefascineerd. Ik dacht van, wauw, dat wil ik ook. Ongeveer zo uit. Na een intensieve training bij de bekende Fighting Factory, een sportschool in de Bijlmer van de Surinaamse trainer Lucien Carbien, lukt het Ilonka om binnen 2 jaar Nederlands, Europees en tweevoudig wereldkampioenen te worden. Beheersing en techniek zijn volgens haar belangrijk bij het kickboksen. Mensen die denken altijd, mensen die vechten, die moeten agressieve personen zijn. Zijn ze ook, in de ring. In de sportschool leren ze zich beheersen en dat soort dingen. Ze zijn vaak de rustigste mensen. Echte professionele vechters, die ga je op straat nooit horen schreeuwen en schelden en gaan nooit lopen vechten. Omdat ze weten van, ik kan vechten en jij bent ongetraind, dus je hebt eigenlijk niks in te brengen. Dus dan laten we het sowieso gaan. Niet omdat we mensen onderschatten. Maar omdat we zijn zo getraind van rustig blijven. En die knop draai je pas om in de ring. Ik zou zeggen dat Suriname aardig op weg is. Het is een begin, ze zijn er niet zo lang mee bezig. Een paar jaartjes maar. Nederland zit toch al bijna 30 jaar erin. Dus 30, zeg maar iets van 25 jaar voorsprong. En die paar jaar dat Suriname ermee bezig is, vind ik dat ze het toch wel heel aardig doen. Ze krijgen natuurlijk, op een gegeven moment heb je wel natuurlijk mensen nodig die je weer wat bijleert. Nieuwe technieken en videobandjes van het buitenland hebben ze dan vaak ook nodig om technieken te ontdekken. Zeg dan, kusje. Het doet me pijn. Ik ben een Surinamer, ik woon in Nederland, maar hier is eigenlijk alles van mij. De twee liefste mensen op de wereld, op de aarde, die wonen hier. Dat is mijn oom en mijn opa. En daarnaast mijn moeder natuurlijk. Dus dat is voor hun, zo zou ik sowieso altijd al terugkomen. En de mensen hier, het klimaat is altijd aangenaam voor mij. Want ik hou van zon. En ik hou van de tropen. Dus Suriname is echt voor mij. Hoe oud was je daar? 4. Net als daar toen aan tegen de muren. Dus ik 4. Schatje. Maar ze was Suriname. Je bent altijd een schatje. Ik ben een schatje, ik luister niet naar jou. Ik ben een schatje. Maar vroeger vocht ze ook al, toch? Of niet? Ze was altijd iemand die dat druk kind. Maar echt qua dadelijk vechten, dat kan ik me niet herinneren. Binnenkort zal een grote wens van Ilonka in vervulling gaan. Een toernooi vechten in Suriname. Als alles goed is, zal dat gebeuren in april. En zal de Killer Queen het opnemen tegen een Russische tegenstandster. Maar wat je nu bereikt hebt, zou je dat, als je niet op je 14e naar Nederland was gegaan, was dat dan vanuit Suriname, was het je ook gelukt, denk je? Op een vechten? Andere manier? Ja? Nee, denk het niet. Omdat ik denk dat ik een heel ander type zou zijn dan. Ik zou wel nog steeds dat vechtersbaasje in me hebben. Dan zou ik nog steeds hier op straat met mensen vechten, met mijn scholieren. En ik denk dat ik misschien eerder een vriend had gevonden, misschien had ik al een kind. Ik weet het niet, misschien zou ik een hele rustig meisje geworden zijn. Ik denk dat ik totaal anders zou zijn dan dat ik nu in Nederland ben. Totaal anders.